Amin. Amin, bro. Ja. Oh, heb je nog extra dingetjes? Niets? Oh, tentamens. We zijn er weer met FC Buitenland. Er is weer volop gevoetbald in de afgelopen week. En we gaan dit in het komende kleine uurtje gaan we hier volledig bij praten over wat je misschien hebt gemist of wat is opgevallen. Vorige week gaven we het shirt weg van Milan. En die is gewonnen door Joep Menne. Gefeliciteerd Joep. Reageer even, dan kunnen we het shirt naar je opsturen. En ook deze week hebben we weer mooie dingen te Ook bespreken. deze week hebben we veel dingen te bespreken, maar ook om te verloten. Deze week verloten we namelijk het uitenu van Manchester United. Wat moet je daarvoor doen? Laat even wat weten in de comments hier beneden. Retweet de tweet waarbij deze aflevering wordt aangekondigd. En wie weet heb jij volgende week dan het shirt van Manchester United. Er is veel gevoetbald. Ja. Bijna elke dag waren er wedstrijden. En laten we beginnen in de Bundesliga, denk ik. Die was al een weekje voorbij. En toen stond de bekerfinale afgelopen zaterdag op het programma. Ja, nou ja, dat was Leverkusen tegen Bayern München natuurlijk. Twee, denk ik, twee van de leukst voetballende teams in Duitsland. Zeker, ja. En dat bleek ook wel. Want op zich relatief wat fouten in de wedstrijd, maar even daar doorheen gekeken. Mm-hmm. Wel heel veel spektakel. Ja. Ongelooflijk veel aanvallend talent aan beide kanten. Leverkusen wilde ook echt aanvallen, wat je niet vaak ziet tegen Bayern natuurlijk. Ja, en dat kwam ze ook wel weer wat duurder te staan. Dat is dan een beetje het vervelende van als je hem inderdaad niet ingraaft tegen Bayern en je geeft ze ruimtes. Ja, dan moet je zelf dodelijk effectief omgaan met je kansen. Ja. En dat deden ze niet. En veel countertjes met Diaby bijvoorbeeld, die dan net de verkeerde paas geeft. Wat echt het verschil was tussen Leverkusen en Bayern, denk ik. Ja. Einduitslag 4-2 voor Bayern München. Ja. Finale ja, gewonnen door Bayern. 50ste grote titel in Duitsland voor Bayern. Nou, dit is gewoon een grote dominante ploeg hè, nog steeds. Ongelooflijk. En als we even kijken naar Lewandowski. Mooi doelpunt of echt alleen maar fout van de keeper? Geweldig. Zeg maar oprecht, die aanname. Je maakt het al helemaal, toch? Ja, maar het is zo insane. Want Neuer schiet die bal weg, hoog. Hij plukt hem uit de lucht. Hij ziet dat Radetzky iets voor zijn goal staat. Die maakt vervolgens een ongelooflijk grote fout. Laat hem door zijn poortje gaan. Moeilijke bal om te houden, maar oké, die had hij zeker die moeten had hebben. Die had hij zeker moeten hebben. Ja, ja, ja. Ja. Dat is... Maar het is zo'n ongelooflijk talent. Technisch fantastisch. Technisch fantastisch. Die vierde goal, het stiftje. Ja, die Perisic teruglegt. Zo helemaal lekker, hè? Is hij goed genoeg om de gouden bal te winnen, denk je? Ja. Ja? Waarom? Ik denk dat omdat Messi en Ronaldo zo goed zijn, zijn we een beetje vergeten hoe goed hij is. Want doordat we... Door de jaren heen zijn spitsen een soort van minder belangrijk geworden in het voetbal. Hm. Natuurlijk nog steeds belangrijk voor de goals, maar... Minder dominant aanwezig, ja, denk ik. Precies. Ja, precies. Ja. En Lewa is een geweldige spits. Buiten al zijn goals om, voor mij 34 dit seizoen in de Bundesliga zelf al. Ook gewoon een fantastische voetballer. Ja. Technisch zo sterk aan de bal. Dat zie je eerst aan die aanname bij de eerste goal. Daarna aan het stiftje dat echt een fantastisch lekker stiftje is bij de tweede goal. En dan zie je dat hij ook technisch super begaafd is. En niet een killer zoals Inzaghi vroeger was. Maar echt een beetje de combinatie. En de moderne spits, denk ik. Ja, en dat is... Dus ja, ik zou het best wel Je zou het hem vinden. Gunnen. Hij verdient het. Maar goed, Bayern gewonnen. Leverkusen balen. Misschien wel de laatste wedstrijd van Havertz in het shirt van Leverkusen. Ik ben bang van wel. Ik ben bang van wel. Die schoot in al zijn frustraties, die penalty, schoot hij nog even stijf in de kruising. En nadat hij hem stijf in de kruising schoot, liep hij nog even boos weg van... Tering, want het was ook echt zo. Ze hadden genoeg kansen. Toen met de 3-1, toen kwamen ze weer een beetje in de wedstrijd. Kregen ze nou ook weer kansen op de 3-2. Maar ja, dan ben je niet scherp voor de goal. Is de laatste paas en één keer trapte Volland vol over de bal heen. Ja, ja, dat is dan het verschil in kwaliteit tussen die twee ploegen. Ja. Op donderdagavond, een paar dagen eerder, waren de play-offs. Of de play-outs, moet je dan tegenwoordig misschien wel zeggen. Mooi. Tussen Werder Bremen en Heidenheim. Ja, wat kunnen we daarvoor zeggen? Het eindigde in 0-0, Werder Bremen speelde thuis. En dat was best wel een slecht resultaat voor ze dan. Ja, zeker omdat je
thuis speelt en het is gewoon een Champions League systeem qua uitdoelpunten. Ja. Dus je uitdoelpunten tellen dubbel. Nou, dat is in die zin wel lekker voor Werder. Precies. Want, ze hebben in ieder geval geen tegengoal gehad. Zeg maar. En vanavond is de return, als ze dan één keer scoren, moet Heidenheimer 2 maken. Als je een resultaat haalt, dus een gelijkspel met een goal, zeg maar, dan ben je er al. Ze hadden nog wat moois meegenomen bij Heidenheim. Heb je dat gezien? Nee. Een koeienbel op de tribune als een soort van bijgeloof. Nou, het heeft geholpen. Ja, voor allebei de teams een prima resultaat. Heidenheim had een doelpuntje willen maken, denk ik. Werder had willen winnen. Maar daardoor is alle spanning nog wel aanwezig bij het duel van vanavond. Wie gaat redden? Ik denk dat Werder het uiteindelijk net gaat redden. Maar niet zo makkelijk als dat wij vorige week hadden verwacht. Want toen dachten we nog dat Heidenheim toch die laatste speelronde in de tweede Bundesliga had verloren. Echt een stuk minder sterk zou zijn dan Bremen. Dat natuurlijk de laatste wedstrijd in de Bundesliga wel dik had gewonnen. Ja. Maar dat verschil is blijkbaar niet zo groot. En dan zie je toch dat Werder Bremen bij zo'n duel dat ze tegen een slechtere tegenstander spelen, het toch moeilijk hebben om dominant te zijn. Ja, maar wel een leuke wedstrijd op vanavond te gaan kijken, want het is maandagavond, er is niet superveel om te gaan kijken vanavond, maar Werder Bremen tegen Heidenheim, of tenminste Heidenheim Werder Bremen, zou ik zeker even aanzetten, want er staat volle spanning op. In Engeland is Liverpool kampioen geworden vorige week. Ja. Als we dan iets naar beneden kijken, dan is het om die Champions League plekken nog wel hartstikke spannend. Zeker. En daarbij geeft misschien zelfs plek 5 nog recht om Champions League deelname volgend jaar. Waaraan ligt dat? Dat ligt aan City. City is uitgesloten, of in ieder geval op dit moment uitgesloten, voor deelname aan Europees voetbal. Beroep geldt deze weken. Horen we misschien deze week, misschien volgende week. Precies. Door Financial Fair Play zijn zij uitgesloten. Laten we er even van uitgaan dat zij inderdaad volgend jaar niet in Europa mogen acteren. Dus dan geeft plek 5 recht op Champions League deelname. En daar zijn best wat ploegen die nog meedoen. En dan hebben we ineens wel wat spannend. Ja, het is even zoeken. Nee, het is zoeken. Want kijk, weet je wat het is? Wij moeten nog 4-5 afleveringen maken. En als wij dan 4 weken achter elkaar competities behandelen die niet meer spannend zijn, dat gaat gewoon niet werken. Dat is niet wat wij jullie niet willen aandoen. En dat bedoel ik. En vooral onszelf niet, want wij zitten hier ook maar elke week. Welke ploegen nemen hierbij mee? Eigenlijk plek 3 tot en met 8. Dat zijn dus Leicester, Chelsea, United, The Wolves, Arsenal en ook nog wel Sheffield. Dat zien we hier nu voor ons. Als jij dan even kijkt, welke ploegen zou je mee laten doen aan de Champions League volgend jaar? Voor mij zijn Chelsea en United zijn wel vrij zeker. Allebei teams, zeker United natuurlijk goed in vorm. Leuke spelers, hebben we vorige week al over gehad. Veel rechte rijtje teams nog die ze tegenkomen. Ja. Alleen Leicester op het einde nog. Leicester die voordat de coronastop bij far de beste papieren had. Zeg maar er heel slecht uitgekomen en nu echt punten aan het sprokkelen is. Ja, toevallig wel weer gewonnen van Crystal Palace. Maar dat was een overwinning waar ze echt naar snakten. Mm-hmm. En die ze ook echt wel nodig hadden. En het is gewoon wat minder stabiel dan dat het was voor de coronastop. Dan schat je hun lager in dan Chelsea en United alsnog. Ja. Zijn ze dan wel de derde ploeg, dus tenminste of de vijfde ploeg die zich kwalificeren voor de Champions League? Nu gaan we inderdaad een beetje naar de spanning toe. Want ik denk dat uiteindelijk om plek 5 zal gaan. Ja. En daar gaat voor mij met name tussen Leicester en Wolves. En dan Arsenal nog als outsider. Maar Arsenal heeft wel 4 keer op een rij gewonnen. Ja, maar wel hele lastige papieren. Moeten nog naar Spurs. Andere lastige wedstrijden. Nu echt 4 achter elkaar waarvan je denkt, Liverpool. Ga er maar aan staan. En dat geldt voor andere ploegen iets minder. Ja. Arsenal won wel van die andere favoriet misschien. Zeker. Wel van de Wolves afgelopen weekend met 0-2. Was overtuigend. Ja, en dat is ook al een tijdje niet geweest, zeg maar. Maar precies ook wat je net al aangaf. Zeg maar, nu 4 wedstrijden lang ongeslagen. Er begint weer wat meer lijn in te komen. En ik denk dat verstandig is dat ze gekozen hebben voor Arteta. En die vanuit de basis begint. Ja. En vanuit daar weer gaat bouwen. Weer echt aanvallend voetbal wil laten zien. Precies. De jeugd erbij betrekt. En daardoor zie je ook zo'n speler als Saka het opeens hartstikke goed doen. Trak heeft verlengd. Zijn contract verlengd. En daar ga je op voortbouwen. En dat is gewoon een mooi project dat er aan het begin is. Een ander mooi project wat ook aan de start staat. Eigenlijk iets verder dan de start is, denk ik wel. Is dat project van de Wolves. Wolverhampton Wanderers. Ja. Wel ook heel leuk om in de gaten te houden. Ja, een soort van klein Portugal. Eigenlijk al een paar jaar ondertussen. Ja, die zaakwaarnemer Jorge Mendes.
heeft daar meerdere spelers naartoe gebracht. Zij haalde Ruben Neves, die was toen captain van Porto. Ja, wat vrij bizar was, naar Championship. Ja, ja. Dus dat was insane. Maar dat gaf ook wel aan wat het idee was met Wolves. En ondertussen hebben ze een hele rits aan interessante spelers. Ik noem een Raúl Jiménez, Den Donker, die uit België kwam, die het daar hartstikke goed doet. Diego Jota. Neto. Ja. Zijn zij een team dat de komende jaren echt vast gaat meedoen om die Champions League plekken? Ja, dat denk ik wel. Het Leipzig van Engeland misschien wel. Ja, ik vind dat er een goed idee achter zit. En ja, je kan wel veroordelen van ja, ze halen alleen maar spelers uit de stal van Jorge Mendes. Dat was mijn en volgende Portugal, vraag inderdaad. Ja, ja. Maar dat zijn gewoon hele goede voetballers. Want de kans dat zij Ruben Neves gaan verkopen is best wel groot. Ja. En dan heb je weer 70 miljoen in het laadje. Nou ja, dan ga je naar de Portugese competitie kijken. En daar zit gewoon weer zoveel talent. Een Florentino Luis van Benfica. Ja, ik zou er niet gek van opkijken als ze die één op één met elkaar vervangen. Dus dan investeer je en dan krijg je het ook ervoor terug. Precies. Dat model is een beetje. Ja, precies. En Dan presteren ze ook nog op het veld, blijkbaar. Ja. Zit nog in de Europa League ook. Heen de wel tegen Olympiakos in 1-1 geëindigd. Zullen ze waarschijnlijk wel doorgaan. Europa League, outsider misschien ook. Zeker. Ik vind het een heel leuk team. Het is fris. Er gebeurt veel. Veel voetbal in het team. Met al die Portugese gasten. Adama Traoré, zeg maar. Die spierbundel. En die dat ook nu gevonden heeft met techniek. En een hoger rendement haalt dan de afgelopen seizoenen. Ja. Als zij de Champions League halen. Als zij vijfde worden. En zich kwalificeren. Is dat wel een hele knappe volgende stap. Ja, dat is insane, want het is allemaal nog niet zo heel lang daar. Hè? Want ja, we praten erover. Ruben Neves, die ging in de Championship spelen. Volgens mij praten we over 4-5 jaar geleden of zo. Ja. Dus als je ziet hoe indrukwekkend en hoe snel het is gegaan. En hoe goed. En dat er echt een plan achter zit. Goede coach ook met Nuno Esposito. Ja. Dus ik hoop persoonlijk, zeg maar, dat zij plek 5 gaan pakken. Alhoewel ik het Leicester ook wel echt gun, want dat is gewoon een heel erg leuk team met ook veel leuke voetballers. Hebben de spanning er toch weer een beetje bij gebracht. Ja, het is niet te doen. Hè? Hoe we dit voor elkaar krijgen iedere keer weer. Schitterend. Ja, volgende week degradatiestrijd. Nog veel spannender maken dan de titelstrijd. Dit kunnen wij. Goed, al goed. We kijken ook nog even naar La Liga. Tuurlijk. Waar het in de strijd om de titel niet meer zo spannend is, denk ik. Real Madrid stevend daar af op de zoveelste landstitel. Met een beetje hulp van de scheidsrechters. Kregen een pingel. En ze kregen een pingel niet tegen. Vond je dat er wel een? Toen Sergio Ramos viel en iemand van Atletico de Bilbao ongelukkig liet struikelen. Het is gewoon of allebei wel of allebei niet. Exact. Dat is het meer. Ja. En niet. Ik vond dat je allebei kan geven, maar ik vond ook dat je allebei niet hoeft te geven. Maar de ene kant op wel en de andere kant op niet. Dat begint een beetje verdacht te worden. En dat is nu de vierde, vijfde wedstrijd achter elkaar. En Jackie Williams, de aanvaller van Atletiek, heel erg boos. Tweette er zelfs over. Van, ja, wat is dit nou weer? We worden gewoon genaaid, als het alweer ware. Alweer. En weer krijgt Real Madrid de hulp. Dat is een beetje het sentiment wat nu heel erg in La Liga leeft. Zidane was er boos over op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. Snap je zijn irritatie? Ja, want je bagatelliseert daarmee wel hetgeen wat Real Madrid heeft neergezet en zeker na de COVID-stop. Het is gewoon de meest stabiele ploeg. Ja. En ook al winnen ze telkens met 1-0. Ja, precies. Maar zij kunnen veel beter omgaan met teams die de wedstrijd proberen te neutraliseren. Wat Barcelona veel meer moeite mee heeft. Als die teams zich helemaal gaan ingraven, dan komen ze daar moeilijk doorheen. En dat zie je ook in de resultaten. Ja, zeker. Barcelona speelde gisteren tegen Villarreal. Dat wel een hele goede serie heeft neergezet. Eigenlijk uit het niets weer meedoet om de vierde plek, denk ik. Ja, zeker. Want de vierde plek ligt redelijk open. Real Sociedad had best wel had hele goede papieren om de Champions League in te gaan. Pre-COVID. Exact, ja. En daarna is het echt een totaal ingestort. Geïmplodeerd, zeg maar. Ja. Hetzelfde kan je zeggen over Getafe. Mm-hmm. En eigenlijk ook wel een beetje over Sevilla. Want die waaraan ligt dat dan, denk je? Nou, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Want ik vind het dan makkelijk om het op conditie te gooien. Gebrek aan ritme misschien wel. Ik denk het. Ik denk dat het zulke dingen zijn zoals de flow en misschien ook het stadion, zeg maar. Allerlei variabelen die
moeilijk zijn om... De fans mis je dan natuurlijk, ja, die precies. Je vooruit stuwen. Ja, ja, ja. Maar ja, het is wel opvallend. Zeg maar, Getafe won zijn eerste wedstrijd van Real Sociedad. Real Sociedad won zijn eerste wedstrijd van Espanyol. Ja. Na de... Dus dit weekend allebei een beetje herstel getoond. Maar... En vanavond kan Sevilla wel uitlopen. Ja, Sevilla staat nu op 57 punten. Atleti op 62 punten. Ja. Plekken 3 en 4. De eerste vier plekken geven recht daarop. Champions League deelname volgend jaar. En als Sevilla wint, dan komen ze op 6 punten. Ja, van Villarreal, dat op 54 punten staat. Zou Sevilla naar 60 gaan? Is het dan beslist? Dan wordt het daar wel ook wel heel erg duidelijk. Want er zijn nog maar 12 punten te verdelen. Moet wel de kanttekening wederom bij gezegd worden dat Sevilla heel veel heeft gelijk gespeeld na de COVID-stop. Ja. Dus dat er nog best wel ook daarin wat mogelijk speling is. In zit. Maar met nog wel maar een paar speelrondes te gaan, ja. Natuurlijk. Nog maar 4. Dus wat dat betreft kan je de balans bijna gaan opmaken. En als je over het hele seizoen kijkt, en met name denk richting volgend seizoen, Atleti heeft zich best wel... geruisloos hersteld. Ja. Is wel nu... weer aan het winnen. Hebben die aanvallende kracht weer een beetje teruggevonden. Ja, dus... En dan de 4 sterkste ploegen de Champions League in. Met Barça, Real, Atletico en misschien wel Sevilla dan. Ja, ik denk qua selectie wel en qua wat Monzi daar aan het doen is, zeg maar bij Sevilla, zeg maar het team helemaal aan het renoveren weer. Ja. Met een aantal juiste transfers kunnen ze volgend jaar misschien zelfs wat langer meedoen. Ergens wel jammer, want Real Sociedad was by far het leukste team. Exact. Talentvolle spelers met Isaac, met Ødegaard natuurlijk ook. Ja, na de COVID was het heel erg weinig. Jammer, ja, en dan verdien je het ook niet, hè, om mee te doen aan het kampioenenbal. Nee, en dat. Maar ja, ik denk dat we volgend jaar weer hele interessante ontwikkelingen gaan zien. Ook bij de teams die we zojuist bespraken. We zijn aan elkaar gewaagd. Dus wat dat betreft is het daar wel telkens spannend. Natuurlijk. Wie hoop jij dat er. Dit jaar denk hopen, ik. Ja, hopen maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Verwachten is wat anders. En dan denk ik wel dat Sevilla uiteindelijk gewoon de beste papieren heeft. Vanavond van Eibar gaat winnen. En zich dan gewoon geruisloos naar die vierde plek loodst. Ja. Wat dat betreft al jammer. Want je gunt het spelers als Ødegaard en Isaac, die het hele seizoen 100, toch wel redelijk 100%. Goed zijn geweest. Gun je ze om toch vierde te worden. En om toch op het hoogste niveau te gaan presteren. Ødegaard gaat dan wel terug naar Real Madrid natuurlijk. Maar oké, was wel leuk geweest als ze dat 100%. Ja, voor mij Villarreal het leukste team. Met Cazorla natuurlijk ook. Santi, maar vorige ook week al even Chukwueze aan de rechterzijkant. Gisteren wel redelijk zwak hè, tegen Barcelona. Kansloos verloren. Was niet best. En daarbij moeten we wel even zeggen dat Griezmann fantastisch was. Is vaak afgekraakt. Maar zo'n stiftje zie je niet zo vaak meer. Misschien vroeger nog van Bergkamp. En oké, misschien wel Lewandowski. Deze competitie. Messi vorig jaar tegen Betis. Ja, leek er heel erg op. Hè? Ja. Ja, nee. Geweldig. Kiki Setien koos voor een net wat andere tactiek. 4-4-2 met Griezmann als tweede spits. Zijn natuurlijke positie. En dan werkt het wel gewoon. Ja, en dan laat hij zien dat het een fantastische voetballer is. Dat ze samen kunnen spelen, hè? Messi en Griezmann. Want bij het stiftje van... Specifiek van Griezmann was eerst een mooie combinatie tussen Griezmann en Messi. En die stiften er dan zo lekker overheen. Dat vind ik altijd heerlijk om te zien. Als kansloos. Als pure voetbalfan kan je hier alleen maar. Purist. Als purist kan je hier alleen maar van genieten, inderdaad. Ja. Het was jullie waarschijnlijk al opgevallen, maar ik heb een Inter-shirt aan. En normaal gesproken krijgt Willem 1 minuut. Maar ik moet hem vandaag nog net wat meer de tijd geven. Nee, ik wil geen tijd vandaag. Kijk eens aan, een statement wordt hier gemaakt. Ja, want de mensen die het niet gezien hebben... Inter heeft gisteren met 1-2 verloren van Bologna. Kregen voor mij in de 60ste minuut ongeveer een penalty. Toen had Bologna al een rode kaart. De scheidsrechter was uitgescholden, of niet uitgescholden. Soriano, middenvelder van Bologna, zei... je bakt er niets van tegen de scheidsrechter. En Italianen, die kunnen dat niet hebben. Nee, rode kaart. Nee. Toen kreeg Inter ook nog een pingel. Pingel werd gemist. En vervolgens hielp het Bologna heel goed in de wedstrijd. Werd het 1-1. Waar wel een mooi verhaal achter zit. Moussa Diawara scoorde dat doelpunt. En die is 4 jaar geleden gevlucht uit Gambia. Liet zijn ouders achter en ging naar Italië. Daar in Italië opgepikt door een Italiaan. Herkend ook qua voetbalkwaliteiten. En langzaam via Chievo bij Bologna terechtgekomen. En zijn eerste doelpunt in de Serie A was gisteravond tegen Inter. In San Siro. Ja, dat is een prachtig verhaal natuurlijk. Was de 1-1. Toen kreeg Inter rood. En vervolgens werd het 1-2. Ja.
voor Bologna. De andere Moussa, ook een Gambiaan. Ja. Moussa Barrow, wat echt een enorm groot talent is. Onder andere van Atalanta. Zeker, ja. En nu gehuurd door Bologna, maar met de verplichting tot koop. Dus hij zit daar zeker op zijn plek. En dat is een hele talentvolle ploeg daar bij Bologna. Zag je ook. En die hadden 3 Nederlanders in de basis staan. Ja. Niet allemaal even goed? Nou ja, maar ook niet. Mitchell Dijks die veroorzaakte de penalty. Kreeg een 5,5 in de Gazzetta dello Sport van vanochtend. Stefano Denzio kreeg een 6. Prima op zich, want ze zijn niet zo makkelijk met de hoge cijfers. Maar wat wel hartstikke mooi om te zien was de prestatie van Jardy Schouten. Goed hè, dit seizoen? Die is heel goed dit seizoen. En misschien nomineer ik hem wel als Nederlander van de week deze week. Ben je nou onbewust cliffhanger Ja, nee, dat doe ik geef wel. Je één keer ik geef je één keer een minuut extra. Ja, maar dit is de Bologna minuut. Ja, oké. Okay. Maar een dag eerder verloor ook Lazio. Thuis met 0-3 van Milan. En als Inter en Lazio verliezen, dan gaat het derde nummer heen. En dat is eigenlijk de afgelopen 8-9 jaar telkens Juventus. Ja. Hey, het werd al een beetje aangekondigd. Volgens mij tweette jij het zelf, zeg maar, van als Lazio zo door blijft gaan, gaan ze ook afhaken in de titelstrijd. Ja, ze hadden zoveel moeite met iedereen. Niet echt goed uit de coronastop gekomen. Veel geblesseerde spelers, wat pech gehad. Vorige week hadden ze veel moeite met Torino, dat er echt niks van bakt. Ja. En toen wonnen ze nog wel met 1-2, met veel pijn en moeite. En afgelopen zaterdag echt vrij kansloos. Geen Ciro, Immobile en Caicedo, toch? Allebei geschorst. Daardoor waren ze een beetje tandloos en dat zag je terug. Milan had Zlatan terug en liet het wel weer echt zien. Voor de verandering, want die hadden midweeks ook gelijk gespeeld tegen Spal. Maar in Rome lukte het toch wel weer. Theo Hernandez is een speler waar ik dan altijd van geniet. Die bleef maar doorstomen aan de linkerkant. Die was goed, hè? Hij had een goaltje verdiend, maar... Een goal moeten maken wel. 1 of 2 keer zelfs. Ja. Maar dat is echt een hele fijne speler om te kijken. En vorige week hebben we het al even behandeld. Milan heeft al een geraamte waarop ze voort kunnen borduren. En Lazio heeft dat ook. Alleen Lazio liet het liggen. Juve won wel met 4-1 van Torino. De derby della Mole. De derby van Turijn is dat. En Matthijs Ligt veroorzaakte daar een penalty. Heel ongelukkig, hensballetje. Hij zit erop, hè? Hensballen. Hij zit erop, hensballetjes. Ja, maar de scheidsrechter had hem niet hoeven geven. Gaf hem wel. Dat was absoluut geen hens. Maar goed, ja, de negende titel op rij voor Juventus. Lijkt nu wel heel erg zeker te worden. Het is zeker. Het is zeker. Ik zie het niet meer veranderen, eerlijk gezegd. Maar als je Juve totaal instort. Maar als Interista, ik heb het team een jij beetje... of ik? Ja, ik heb het team een beetje geadopteerd, zeg maar. Ja. Ook een beetje een stukje meeleven. Zelfs ik was gefrustreerd. Hoe is dat voor jou? Je bent fan van zo'n team. Nou ja, ik bespreek het al even in de Lo Stadio van deze week, die we vanochtend hebben opgenomen. Maar je weet eigenlijk van tevoren al dat Inter het super moeilijk gaat hebben tegen Bologna. Je voelt het aan alles. En dan gaat de eerste helft, gaat het hartstikke goed. Maar je ziet de instorting aankomen. En dat gebeurde weer. Dit gebeurt in Italië bij 2 teams. Dat is bij Roma, waar het niet goed draait, en bij Inter. En Inter heeft niet voor niets de bijnaam Pazza Inter, gek Inter. En het is eigenlijk al 30 jaar zo dat het op belangrijke momenten er niet staat. Ja. En gisteren was weer zo'n belangrijk moment. De allerlaatste kans voor de titel. En het lukte niet. Het lukte niet. Dus nu is het seizoen nagenoeg voorbij. Zullen derde of vierde worden. Maar of je dan kan spreken van een geslaagd seizoen, ik denk het niet. Nee, toch? Nee. Dan kijken we toch naar Juve. Zij kregen het wel weer op de rit. En dat kunnen we toch wel voor een groot deel aanrekenen aan Paulo Dybala, toch? Ja, die is supergoed uit de coronastop gekomen. Heeft het zelf gehad. Is echt een maand lang ziek geweest. Heeft echt heftige... Ja, die had heftige klachten gehad. Ja. Toch? Maar hoe hij zichzelf weer fit heeft weten te maken is echt bizar. Maakt telkens de 1-0, is belangrijk. Scoorde afgelopen week tegen Genoa een prachtig doelpunt. Afgelopen zaterdag tegen Torino. En dan kan je wel zeggen dat hij de belangrijkste man aan de kant van Juve is. En samen met Cristiano Ronaldo, want die scoorde een vrije trap. Wat echt heel bijzonder is. Ja, had er 43 pogingen en 80 wedstrijden voor nodig. Maar het lukte hem eindelijk. 1 uit 43? Ja, prima. Ik zou tekenen voor die cijfers. Er zijn mensen die er minder vaak in maken. Ja. Ronaldo deed het wel en Juve won. Zij zijn gewoon altijd het sterkste. En als zij het niet goed draaien, winnen ze alsnog. En dat kan je bij Lazio en Inter niet zeggen. Dus zij zullen zich moeten versterken aankomend jaar. Was er een specifieke reden dat Buffon op het goal stond? Hij heeft
heeft het record voor meeste wedstrijden in de Serie A te pakken. Eindelijk. Dat was ook eigenlijk de reden dat hij terugkwam bij Juve. Maar is dat niet best wel... Is dat niet best wel een middelvinger naar je concurrent? Dat je nog midden in de titelstrijd zit? Nee, dit is een... Ja, nou ja, dit was een wedstrijd waar het kan. Maar dat is wat ik bedoel. Zeg maar. Je speelt nog om echt letterlijk om alles, zeg maar. Ja. En je reservekeeper... Het is niet dat het van een slechte keeper is, begrijp me niet verkeerd, maar... 42, zeg maar. En die gun je dat dan. De reden dat hij terug is gekomen bij Juve is A, dat hij gewoon nog hartstikke goed kan keepen. En B, en dat laat hij trouwens ook zien. En B, dat hij het record voor meeste wedstrijden in de Serie A wilde pakken. En dat is hem nu gelukt. Ja, maar ik bedoel meer te zeggen van... Waarschijnlijk zijn ze over 3 wedstrijden kampioen. Heb je nog 2 wedstrijden te spelen? Dat is waar. Geef hem dan. Een beetje roulatie. Dat zie je ook bij andere teams. Waar Golini, de keeper van Atalanta, rust kreeg. En ook bij andere teams. Dus zo gek is het denk ik niet. Italiaanse coaches zijn altijd fan om te rouleren. En dat doen ze dan ook. Wat moet er gaan gebeuren om Juventus van die troon te... Heel veel. Ja, en hoe gaan ze dat dan doen? Want... Ja, door goede spelers te halen. Dat zie je de afgelopen tijd al gebeuren. Inter heeft een nieuw project, heeft een nieuwe sportief directeur met Beppe Marotta. En het volgende plan, of de volgende stap is om goede spelers naar Milaan te halen. Die het niveau omhoog tillen. Hoe gaan ze dat doen? Hoe ga je concurreren met... Dat is al een beetje gebeurd natuurlijk met Christian Eriksen die afgelopen winter kwam. Zeker. Met Hakimi die nu voor Milaan heeft gekozen. En dat betekent niet alleen, dat heeft niet alleen te betekenen met de sportieve plannen van Inter, maar heeft ook een financiële achtergrond. Okay. Iemand die er alles over weet is Stijn Francis, de spelersbegeleider van onder andere Dries Mertens en Cyril Dessers. Stijn, goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed? Alles in orde, alles in orde. Hey, wat houdt dat nieuwe plan van de Italiaanse overheid in, het Decreto Crescita? Sinds een tijdje. Maar houdt dat in eigenlijk, waar je vroeger als je 100 euro verdiende op 100 euro belast werd, word je nu nog op 50 euro van die 100 belast. Dus je wordt eigenlijk voor 50% vrijgesteld van belastingen, waardoor de belastingdruk daalt, laten we zeggen, van 50% naar 25%. Nu, daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, dus het is niet, bijvoorbeeld niet voor de Italiaanse spelers zelf, het is enkel voor spelers die buiten Italië komen. Je moet ook minstens 2 jaar in Italië blijven. En ik denk ook dat je er maar 5 jaar van mag genieten. Maar ik denk het gevolg is wel duidelijk van die nieuwe regelgeving, is dat je gewoon een pak minder belastingen betaalt. Waardoor je hogere netto salarissen kan betalen en betere spelers kan aantrekken. Is dat de grote reden dat spelers als Eriksen, Hakimi en bijvoorbeeld ook Ribéry voor de Serie A en voor Italië hebben gekozen, denk je? Ja, ik denk dat wel. Ik denk een speler als Eriksen... Die was onmogelijk haalbaar, denk ik, voor een club als Inter tot 1 jaar geleden of 2 jaar geleden. Dat is misschien wel een droom waar ze op hoopten, maar ik denk dat het nu enkel door die fiscaliteit ook een realiteit kan worden. Is dat dan ook de reden geweest van de Italiaanse regering om met deze wet überhaupt te komen? Wel, dat is me niet helemaal duidelijk. Zoals ik het begrijp, is het eigenlijk niet specifiek voor voetballers. Is het een wet die eigenlijk van toepassing is op alle expats die naar Italië verhuizen. En ik denk dat het vooral zal zijn om talent aan te trekken, vermoed ik. Maar ik denk niet dat het iets specifiek is voor voetballers. Dus ik denk niet dat daar een masterplan Italiaans voetbal achter zit. En is het wel iets waardoor de Serie A de gat naar La Liga en de Premier League kan verkleinen? Ja, ik denk het wel. Die salarissen, Lukaku is het beste voorbeeld. Hè. Een Lukaku is eigenlijk... die zat bij Manchester United als een van de best betaalde spelers van de Premier League. En die haalt Inter binnen. Eriksen zat op een half jaar op het einde van zijn contract. Elke Engelse top Premier League club kan die jongen binnenhalen. Toch haalt Inter hem binnen. Dus ik denk wel, dat start de kloof mee verkleinen. En het zal misschien een paar jaar duren. Ik vermoed wel, en dat is iets waar binnen Italië wel wat commentaar op komt. Dus ik weet niet hoe lang het zal blijven duren. De Italiaanse spelers zijn daar wel niet tevreden over. Omdat je nu eigenlijk in een situatie komt waarbij Italiaanse spelers eigenlijk minder betaald worden relatief gezien met de buitenlandse spelers. En de vraag is dan altijd van wat effect heeft dat op uw eigen Italiaanse talenten en hun ontwikkeling? Gaan die niet in de weg gestaan worden door de buitenlandse toppers die binnenkomen? Dus dat is wel een kritiekpunt dat ik nu wel vaker en vaker hoor binnen Italië. Dries Mertens heeft ook vrij recent zijn contract verlengd. Maar die voetbalde al wel in Italië. Kan hij dan wel gebruik maken van deze regeling?
Nee, dus enkel spelers die nu Italië binnenkomen. Dus de spelers die er al aanwezig zijn, die kunnen daar niet van profiteren. En Dries is al enkele jaren daar. Dus die, als je geen fiscaal rijksinwoner bent van Italië, dus alle spelers die al een tijdje in Italië zitten, zijn allemaal fiscale rijksinwoners van Italië. Dus het moet echt om mensen gaan die nu Italië binnenkomen. Duidelijk, we gaan het de komende jaren in de gaten houden hoe ja, clubs als Inter en Juve daar gebruik van gaan maken. En misschien wel de aansluiting weten te hervinden bij de Europese top. Stijn, dankjewel voor je tijd. En Plezier. tot de volgende. Dit kan de kloof echt gaan verkleinen. En Een reden dat De Ligt bijvoorbeeld voor Juve heeft gekozen. De regelgeving, het decreto crescita, zoals dat in het Italiaans heet, was toen al ingevoerd. En daardoor is De Ligt, die dus minder belasting afdraagt, een van de best betaalde spelers op netto gebied van de competitie. Ja, nou ja, je ziet het in meerdere competities waar bruto netto is. Ja, ja, ja. Dan wordt het aantrekkelijker, Rusland, Oekraïne, Turkije. Daarmee kan je door minder te betalen, kan je meer, Meer bieden, zeg meer maar. bieden, Ja, ja. en daardoor worden clubs geholpen in Italië. En het is interessant, want je ziet steeds meer grotere namen weer naar de competitie gaan. Ribéry is er ook een voorbeeld van, Lukaku dus. Zeker iets om de komende transferperiodes in de gaten te houden. Als een speler kan kiezen voor Juve en voor Barça, Ja. is hij misschien iets sneller geneigd om voor Juve te kiezen. Niet alleen vanwege de gemiddelde leeftijd of vanwege de club, maar ook vanwege dat belastingtechnische Ja, verhaal. zeker waar. Interessant om te weten. Wie was Welkom voor weer. jou deze week de Nederlander van de week? Er waren eigenlijk weinig Nederlanders die afgelopen week echt zijn gevallen. Maar gelukkig was er gisteravond wel eentje. Net al eventjes genoemd. Speelt in een elftal met drie Nederlanders. Met Mitchell Dijks, met Stefano Denzel bij Bologna. Maar Jerdy Schouten was echt hartstikke goed. Gisteren tegen Inter. Ze wonnen dus met 1-2. En Schouten heeft zich echt enorm goed ontwikkeld. Vorig jaar natuurlijk nog bij Excelsior actief. En dit jaar gewoon had hij het eerst heel erg lastig bij Bologna. Een moeilijke competitie, nog Hoe natuurlijk een groot veel hoger is die niveau. stap? Super, goh, ja, wat denk je van Excelsior naar de Serie A, Ja, we moeten hem even invullen. naar het linkerrijtje van Geef de. je even een voorzet, vriend. Ja, naar het linkerrijtje van de Serie A is gigantisch. En daar had hij wat moeite mee. Speelde weinig, zat vaak niet eens op de bank. Maar is er langzaam ingegroeid. En als je dan ja, tegen Inter in San Siro een van de betere spelers aan de kant van Bologna bent en Christian Eriksen uit de wedstrijd speelt, dan verdien je het gewoon om genoemd te worden. Werd dat ook in de Gazzetta dello Sport, kreeg een 7. Ook een mooi cijfer, de Nederlanders. Maar Schouten werd echt bij naam genoemd. Dat hij als een soort veldheer daar Eriksen eruit speelde. Een box-to-box middenvelder is. En werd zelfs vergeleken met twee spelers van het Grande Inter van de jaren 60. In Italië zijn ze snel geneigd om dat te doen. Maar het is natuurlijk wel een groot compliment. En wie ben ik dan om hem niet te nomineren voor Nederlander van de Week? Zeker als er bijna niemand anders is. Heb je nou iemand uit Italië genomineerd? Je zou het niet zeggen, maar ja, voor de verandering heb ik dat wel een keer gedaan. Ik moet hier even bij stilstaan, hoor, man. En dan moest jij wel een andere competitie erbij pakken. Ja. Maar je had er ook moeite mee, hè, deze week. Het was hard zoeken. En dan, ja, dat blijkt ook wel. Voor mij is het Danjuma geworden. Ja. Eigenlijk meer om even stil te staan bij het talent van Danjuma. En ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Want Speelt bij Bournemouth tegenwoordig in de Premier precies, League. want bij Club Brugge was hij echt een smaakmaker. Toen ook gedebuteerd voor het Nederlands elftal. Daar van de NEC toe heen gegaan. Ik heb het altijd wel een hele interessante speler gevonden. En hij heeft heel veel pech gehad. Kruisbandblessure. Dat heeft best wel veel roet in zijn ontwikkeling gegooid, zeg maar. Maar nu wel weer terug op de velden. Tegen Manchester United maakte hij een frisse indruk. Scoorde nog. Doelpunt afgekeurd helaas. Een mooi puntertje. Zeker. Ja. Ze verloren wel dik, maar hij viel op. Hij viel op. En het is gewoon fijn om deze gast weer op de Europese velden te zien. En ik hoop stiekem dat als Bournemouth eruit gaat, en daar zit wel een grote aannemelijkheid Ja, in. moeilijk programma voor de boeg ook. Precies, hoop ik dat hij wel op het hoogste niveau ergens gaat acteren. Want ja, ik zie in hem wel een potentiële Nederlands elftalspeler. Interessant om in de gaten te houden. Stel je hebt een andere Nederlander van de week. Laat het dan even weten in de comments hier beneden. Of stuur ons een tweetje of een bericht op Instagram. Want wij zien natuurlijk niet alles. En misschien was er wel iemand die heel erg opviel. En die toch aan onze ogen is ontsnapt.
Ook deze week hebben we weer volop talent gescout en allerlei wedstrijden in de gaten gehouden. Met name gekeken naar spelers die nog niet zo lang op het hoogste niveau spelen. Of misschien nog helemaal niet op het hoogste niveau spelen. En die later misschien wel echt de grote wereldstellen gaan worden. En jij hebt voor ons bij Everton gekeken, toch? Ja, ik zat vorige week naar Everton tegen Leicester te kijken. En daar viel mij één speler heel erg op, die ik nog niet kende. Dus ik dook er even in. Wat artikelen gelezen, wat filmpjes bekeken. Wat navraag gedaan bij Minder Groenstegen. Die dat is een, altijd goed. Fanatiek Evertonian is. En ik kwam bij Anthony Gordon uit. Wat echt een hele interessante speler is. Stond bij de onder 23 van Everton vaak achter de spitsen. Staat nu in het elftal van Ancelotti op linkshalf. En kan ook nog op rechtshalf spelen. Waarom viel hij op tijdens het duel met Leicester? Nou ja, omdat hij heel veel dreigingen had. Een assist had op Richarlison bij de 1-0. En gewoon heel vaak zijn mannetje passeerde. En dat was echt, echt uitstekend om naar te kijken. Maar Anthony Gordon is het zoveelste talent uit de jeugdopleiding van Everton. Barkley heeft er natuurlijk een tijd gespeeld. Nog wat andere namen. Alleen die lieten daar wel zien. Maar die zijn toch niet zo goed geworden als dat men had verwacht. Ik noem bijvoorbeeld ook een Rodwell. Die uiteindelijk bij Sunderland terecht kwam. En ook nog bij wat andere ploegen. En dat nooit helemaal heeft waargemaakt. Van Anthony Gordon wordt wel echt veel verwacht. En hij heeft denk ik ook de goede trainer. Ja, ik wou net zeggen, want hij speelt onder Ancelotti. Is dit een trainer die veel talenten kan spelen? Nou ja, onder Ancelotti waren ook Buffon en Kaká. Die zijn daar ook onder doorgegroeid. Buffon bij Parma, Kaká bij Milan. Die hebben ook de kans gekregen. En Ancelotti heeft over Gordon ook gezegd dat hij veel in hem ziet. Dat hij hem nog niet achter de spitsen wil neerzetten. Aangezien hij daar nog te weinig ervaring voor heeft. Maar op linkshalf kan hij minuten maken. Everton speelt misschien nog voor een Europa League plek, gaan ze waarschijnlijk niet halen. Dus hij heeft tijd om te spelen. Ancelotti heeft tijd om Gordon daar speelminuten te gunnen. En die verdient hij ook. En hij maakt het waar, want die assist op Richarlison was hartstikke goed. Heeft na de coronastop al vaker in de basis gestaan. In elke duel van Everton minuten gemaakt. En vanavond heb je Everton tegen de Spurs. In Londen is dat. En de verwachting is dat Gordon dan weer in de basis staat. En als je dan gaat kijken, let dan alsjeblieft even op deze jongen. Vanavond hebben we twee wedstrijden. Eigenlijk allebei al genoemd. Ja. Eerst Heidenheim tegen Werder Bremen. Start om 20:30. Ja. En wat later, om 21:00, hebben we Tottenham tegen Everton. Moeilijk om te kiezen. Misschien twee beeldschermen. Nou, ja en nee. Kijk, ik wil kijken hoe goed Anthony Gordon daadwerkelijk is. Ja, ja. Dus je hebt je zei net dat ik je had overtuigd. Ja, je hebt oprecht een wedstrijd aan me verkocht. Ja. Maar als we kijken naar echt van de pure spanning, dan moet je naar die play-out wedstrijd precies, kijken. Precies, dan wordt het Heidenheim tegen Werder. Ga ik ook zeker op het grote scherm dan Heidenheim tegen Werder Bremen op het kleine schermpje genieten van Anthony Gordon. Ja, precies. Dinsdagavond Serie A geweld. Ja, daar ga ik voor zitten als Serie A-liefhebber van de eerste uur. Mm-hmm. Milan tegen Juve. In San Siro. Milan de laatste tijd best wel een goede resultaat tegen grote teams, toch? Ja, natuurlijk ongelukkig gelijk gespeeld bij Spal, maar gewonnen van Roma, gewonnen van Lazio. Ja, precies. Ze hebben eigenlijk de titelstrijd de nek omgedraaid, maar ze kunnen dat even goed maken tegen Juve. Gaan ze dat doen? Ik denk het niet. Ik denk dat Juve net te goed draait, dat Milan te wisselvallig is. Maar het is wel een interessant duel. En in Milaan, ook al zijn er geen fans bij, maakt Milan het Juve standaard lastig. Was ook in de Coppa Italia zo. Zeker. En nu zijn er dan geen fans bij. Maar denk ik wel dat het een interessant duel is om in de gaten te houden. Dinsdag is dat eigenlijk het enige duel. Dat is niet waar. Oh, nee. ik weet wie jij bent. Ik ga kijken in ieder geval. Hè. Lieve kijkers, het is wel weer echt de Serie A hier, daar. Maar we hebben net Premier League speler uitgelicht. Ja, kom nou, we hebben net uitgebreid besproken over plek 4. Arsenal tegen Leicester. Ja. Bij uitstek. Was erbij te zetten. Hebben jullie nog even goed gecontroleerd? Ja. Maar daar ga ik dan voor zitten. 9:15, Arsenal tegen Leicester. Als Arsenal die reeks weet door te zetten en Leicester heeft natuurlijk wel gewonnen van Crystal Palace, maar niet in de beste vorm. Dan gaat het ook weer richting die plek 5. Ja. Nog meer open. En nog meer spanning uiteindelijk. En daar zijn wij naar op zoek. Dus misschien moet de kijker Milan Juve even overslaan en toch naar Arsenal Leicester gaan kijken. Of, net zoals op maandagavond, zijn jouw woorden. Twee schermen aanzetten. Woensdagavond om 10:00 hebben we de
derby van Barcelona. Ja. Barça tegen Espanyol. Als Barça deze wedstrijd wint, ja, is Espanyol gedegradeerd. Nou, die zijn al net zo goed gedegradeerd, toch? Ja. Niet officieel, maar wel maar bijna. Maar het is natuurlijk wel een dubbele klap, ja, om van je stadsgenoot dan... Hadden afgelopen weekend moeten winnen, Espanyol deden dat niet tegen Leganés. Verloren met 0-1. Barça won wel, van Villarreal, hebben we al even genoemd. Ja. Denk je dat Griezmann weer in de basis staat daar? Ik zou er niet gek van opkijken. Het is wel een team wat heel anders speelt dan Villarreal. Het gaat veel meer achteruit zakken, dus veel meer in de ruimtes. Dus ik zou het geen eens heel gek vinden als Ansu Fati weer start. Ja. Maar op basis van de vorige wedstrijd denk ik dat hij gewoon Griezmann de kans geeft. En terecht. Gewoon winnen natuurlijk. Dat denk ik ook. Donderdagavond, ook om 10:00. Atletiek de Bilbao tegen Sevilla. Hadden we al even over die Champions League plekken. Vanavond kan Sevilla het tegen Eibar doen. Ja. Donderdag spelen ze dus weer. Ja, als ze die twee winnen, zijn ze zeker van Champions League. Hè, zeker, zeker. Kijk, Atletiek Club de Bilbao speelt nog voor een laatste kans. Ze speelden eigenlijk best wel goed tegen Real Madrid. Ja, hadden wat kansjes ook. Speler die opviel, Sanchez, mm-hmm, jongen uit de eigen jeugd. Dat is niet zo heel gek bij Atletico Bilbao. En die ene speler die eruit ziet alsof hij 30 is en die is maar 20. Ja, Villa Libre is het volgens mij. Ja, Villa Libre, die spits. Ja, ja. Ja, nee, maar op zich ook best wel een geinig team om in de gaten te houden. Ik denk dat Atletico Club de Bilbao toch hier punten gaat pakken en spannend gaat maken. Hey, blijft het spannend en daar zijn wij naar op zoek. Wij krijgen het. Hey, vrijdag is het rustdag. Ja, vrijdag doe ik die tv niet aan. Ik doe vrijdag niks, kan ik je vertellen. Hallo, ik moet ook aan mijn sociale contacten denken. En vrijdag gaan we even voorbespreken voor de show van maandag weer. Precies. Net zoals de afgelopen keren. En dat is ook prima. En dan krijg je dit. Hè. Dan krijg je dit. Prima modus geweest. Een goede show op de maandag. Vrijdagavond dus helemaal niks. Zaterdag moet je wel weer aanwezig zijn, vind ik. Yes, derby time. Ja, nou ja, derby, ja, misschien wel een beetje. Maar het is Juve tegen Atalanta. Oh ja, ik zat alweer... Oh, je zat, was al door. Nee, naar zondag was je door. Ja. Ik denk de Serie A, voor mij is het de Premier League wat de klok slaat. Ja, maar Juve-Atalanta moet je zeker gaan kijken. Daar heb je gelijk in. Dit is de wedstrijd tussen de twee beste ploegen van de Serie A. Atalanta op dit moment misschien wel het allerbest. En die gaan laten zien dat ze de Champions League kunnen winnen tegen Juve, denk ik. Want zij zijn zo fit, ze zijn zo goed. Ze hebben fantastische spelers, ze draaien fantastisch. Ik denk dat je microfoon even moet loslaten. Ja, want dit zijn hete takes waar we gekomen wordt, hoor. Wel enorm interessant om te kijken. En Juve eerst dus naar Milan, dan thuis tegen Atalanta. We zeggen wel leuk en aardig dat de Serie A voorbij is. Maar ze moeten deze twee wedstrijden wel even zien te winnen. En dan is het pas echt beslist. Dus er staat nog iets druk op. Atalanta wil tweede worden. Zal dan ook gewoon moeten winnen van Juve in Turijn. En die gaan gewoon aanvallen. Want dat doen ze altijd. Dus zeker even aanzetten. Nu... Zondag is het derby time dan. Zondag gaan we inderdaad naar Londen. Want daar speelt... Tottenham speelt tegen Arsenal. Ja. Twee teams die heel erg een moeizaam seizoen hebben. Arsenal dus wel weer wat beter op de rit. Maar midweeks weer een vrij lastige pot tegen Leicester. Ja, ja. Mochten ze allebei deze wedstrijden winnen, dan is wel klaar. Dan zijn de papieren in ieder geval wel heel erg gunstig. Ja. Tottenham dat tiende staat, een seizoen speelt waar echt helemaal nergens over gaat. Ja, Mourinho, wat kan je erover zeggen? Ja, we moesten wat over Mourinho zeggen, want we waren het bijna vergeten. We waren bijna vergeten. Dat, zeg maar, hij speelt we zouden Mourinho niet, veroordelen vandaag. Maar hij speelt zo niet zeggend voetbal dat je ook vergeet zeg maar, hoe slecht het allemaal is. Je vergeet door al deze slechte jaren hoeveel goede jaren die heeft gehad. Hij is natuurlijk bij Porto fantastisch geweest, bij Inter, dat zeg ik als Interista, enorm ervan genoten. Real heeft hij nog naar een titel geleid, maar voor de rest echt al jaren niks meer gepresteerd. En dan ga ik zelfs als grote fan van Mourinho zeggen, misschien ben je wel klaar. Misschien ben je niet modern genoeg meer. En als je kijkt naar de resultaten van Tottenham, is het gewoon echt niet goed genoeg. Nee. En hij heeft eigenlijk gekregen wat hij wil. Hij zal aankomende zomer nog meer aanwinsten krijgen. En dat is misschien het eerste hele seizoen dat hij voor de groep gaat staan bij Tottenham. Maar dan zal hij echt moeten presteren. En beter voetbal of beter spel moet hij laten zien dan nu. Alleen misschien zit dat er niet meer in bij Mourinho. Ik ben er heel bang voor. En, het is niet een trainer waar ik graag naar kijk. Ik heb niet zo'n verleden. En volgens mij heel Nederland niet meer tegenwoordig. Dus 21:45. Zondagavond, Napoli tegen Milan. Ik vind dat heerlijk, man. Die laatste die zondagavondwedstrijd, rond 10:00. Te kijken nog. Man. Ja. Dat is genieten. En Napoli-Milan, jaren geleden nog om de Scudetto.
echt jaren geleden, 30 jaar, toen Van Basten en Gullit nog in de Serie A speelden. Dit keer staat er iets minder spanning op het duel. Spelen om de Europa League kwalificatie allebei. 5-6 toch? Ja, Milan eerst tegen Juve. Als ze dat verliezen, wordt het echt een heel lastig verhaal. Worden in de nek gehegen door teams als Verona. Roma draait niet. Napoli en Milan moeten deze wedstrijd allebei winnen om echt door te stoten naar die vijfde plek. Wordt wel spannend. Napoli met Gattuso natuurlijk. En Gattuso tegen zijn oude team zal zeker zijn vendetta, zijn wraak willen halen. En misschien krijg je dat wel in San Paolo, waar ze presteren en het goed doen. Dus ook zeker naar kijken, Jaron. Klinkt als een mooie afsluiter van deze week. We begonnen met vol goede moed. Het was heel veel grootspraak van onze kant. Van nieuw weet er niks van. Maar inmiddels is het zes keer gebed. 0-6, Jaron. Ja, 0-6. Ik durf niet meer als een echte intrista. Ik durf bijna niet meer in te zetten. Zou ik jij gaat heel veilig spelen vandaag. Ik ga heel veilig spelen, want we hadden net al even Barça tegen Espanyol. Van aankomende week op woensdagavond is die derby van Barcelona. En ik denk dat Barça dat gewoon heel dik gaat winnen. Over 4,5. Dus dat ze echt met 5-0 of zo gaan winnen van Espanyol. De doelpuntmachine weer even hebben aangezet. En er is een kwartering van om en rond de 3,5 daar. Dus dan krijg je 3,5 keer je inzet terug. Zo veilig is dat natuurlijk niet. Hè? Maar we willen een 4,5 goal tegen een team wat zich gaat invrijven. Ze gaan er gewoon overheen. Ze gaan er overheen. Okay. Griezmann, Messi, Suarez misschien. Gewoon lekker makkelijk overwinning voor Barça. En ik heb dan mijn eerste bedje binnen. Ik weet niet hoe het met jou zit, want jij gaat blijkbaar op een hele moeilijke weer inzetten. Maar ik pak deze gewoon. Waar ga jij op inzetten? Ja, nou, ik hoop dat we in ieder geval eindigen met op 8-1. Ja, ja. Ik ga toch inzetten op Arsenal. Ze hebben de flow, ze zitten er tegen lekker Leicester in. Zitten. Tegen Leicester, inderdaad. Ja. Thuiswedstrijd. Belangrijk voor die laatste strohalm om toch die vierde plek of vijfde plek te pakken. En ze draaien goed de afgelopen tijd. Precies. Dus ja, ik hoop dat dit dan, of in ieder geval één van de twee, de 8-1 gaat worden. Want anders, hoeveel kennis hebben we er daadwerkelijk van? Dan gelooft niemand ons meer als wij hier meningen verkondigen. Stel, jij wil niet meer naar ons luisteren, of je hebt andere op- en aanmerkingen, of je hebt bedtips voor ons, Neil Petersen. Zou je dan alsjeblieft willen laten weten in de comments hier beneden. Like de video dan ook direct eventjes. En retweet als jij, hem. Retweet hem op Twitter, want als je dat doet, of ons een bericht stuurt, of iets anders leuks doet, dan kan je dit prachtige shirt van Manchester United winnen. En hou ook onze YouTube-kanalen de komende tijd in de gaten. Aankomende donderdag ben jij namelijk technisch directeur. En misschien wel van Manchester. Manchester, zoals Ronald Koeman altijd zei. ik heb weer een hele volle portemonnee. Ik ga weer een hele hoop spelers verkopen. Geef maar wat aan mij dan, dat heb ik nodig. Okay. Hey, tot volgende week. Tot volgende week.